stil blijft, omdat mijn turnen, zijn tafeltennis en zijn lessen zijn opgeheven door bezuinigingen. En nu doe ik dus mijn activiteiten bij de Valree, met dierenasiel dus. En het is ook nog om de hoek. En het stadsdeel zegt dat de kinderen dus moeten sporten, maar dat kan dus niet omdat die allemaal opgeheven worden. En veel kinderen die komen daar ook om daar leuke dingen te doen. En voor moeders die bijvoorbeeld alleenstaand zijn of in de bijstand moeten zitten, die kunnen activiteiten dus niet betalen. En ja, en de dingen bij de Valrit die zijn door vrijwillige bijdrage of gratis. En wonen is ook sporten en creatief zijn in de buurt van je huis. En volgens mijn moeder kun je in Geleul niet wonen. Laat het voorstel van de Valrit nog veel beter en goedkoper zijn dan van die gekke aannemer. Wat moet je nou met een stadstrand waar kinderen... Waar je moet betalen om te spelen en waar je niet eens kunt zwemmen. Mijn conclusie is dus dat de Valrit moet blijven. Je zei, ik woon om de hoek. Ik ben benieuwd in welke buurt je woont. Met hoeveel kinderen jullie daar de activiteiten doen. Dus hoeveel kinderen komen daar als jij daar bent. En wat voor activiteiten doe je daar? Nou, ten eerste, ik woon in de Watergraafsmeer. En de activiteiten die we daar doen, die doen we wel met ongeveer z'n 10 of met z'n 20. En wat was de leervraag ook weer? Wat voor dingen je dan doet? Wat voor activiteiten? Dat is verschillend. De ene keer creativiteit en de andere keer sporten. Okay. Dankjewel. Daar komt ze. Voorzitter, u kent mijn achterbel. Voorzitter, bedankt voor het woord. Geachte leden van de commissie, de huurdersvereniging Oost voelt zich geroepen om van de gelegenheid gebruik te maken een ondersteunend woord voor de vrijwilligers van de Valreep tot u te richten. Een ondersteunend woord omdat we hier te maken hebben met een wel heel bijzonder project en toomloze inzet van vrijwilligers. Een cultuurpodium, moestuintjes, ruimte voor kunst, kinderactiviteiten en zo kan ik nog wel even doorgaan. Keer op keer keert het stadsdeel zich tegen deze groep enthousiastelingen. Een openingsmanifestatie moest koste wat kost tegengehouden worden met dwangsommen. Ja, u schijnt niet te beroerd te zijn om dure juristen voor dit doel in te zetten. Op regelrecht gênante wijze wordt gedreigd met allerhande vervolgingen tegen deze enthousiaste vrijwilligers. Controleurs en handhavers zijn er niet weg te slaan. Dit terwijl het stadsdeel zelf verantwoordelijk is voor de verloedering van dit prachtige monument. Dit terwijl deze handhavers in geen velden of wegen te bekennen zijn bij de verloedering van hele woonblokken in de buurt. Ja, als u de huisbazen net zo kritisch zou aanpakken als hier deze vrijwilligers, dan zouden wij als huurdersvereniging bijna wel een andere hobby kunnen gaan zoeken. De huurdersvereniging zou u dan ook graag willen aanmoedigen om eens een kijkje te nemen en u te laten verrassen. Echt waar, het is niet ver. Er ligt tussen dit stadsdeelkantoor en de Valreep slechts een moeras van belastingknikkers en niet gebouwde huizen. Maar daar kunt u gewoon omheen wandelen. Laat u inspireren door de buurt in plaats van naar koste wat kost tegen wil en dank te transformeren naar het idee van projectontwikkelaars met gelakte puntschoenen en paarse broeken. Durf naast deze mensen te gaan staan. Kijk eens waarom deze vrijwilligers doen wat u met kruiwagenladingen vol aan participatiebudgetten en stadstranden maar niet wil lukken. De huurdersvereniging wil u uitnodigen om uit deze ivoren stadsdeeltoren te klimmen. Niet u bepaalt of weet wat goed is voor het volk. Dat weten zij zelf. Uw taak is faciliteren. Ik weet wat u gaat zeggen, ik ga afronden. Vanaf de Polderweg komt volgens de pannen een laantje te liggen wat Utopia moet heten.
Utopia echter, weten we allemaal, bestaat slechts in dromen. Utopia zal naar het Atlantisplein lopen, de verzonken stad. Waar nu de valreep staat, zal Avalon heten. Een mythisch eiland. Je verzint het niet, het geeft wel te denken. Worden wij voor de gek gehouden? Hoeveel van onze belastingknikkers worden nog in dit moeras geschoven? Ten slotte wil de huurdersvereniging deze commissie vragen de portefeuillehouder te bewegen wat meer portefeuillehouder wonen te zijn en wat minder grote projecten. De echte portefeuillehouder grote projecten zit namelijk op een troon bij het OCP. En als deze man aan het orgel draait, mag u als deelraad slechts met een centenbakje bij de mensen gaan rammelen. Centjes voor Utopia. De huurdersvereniging zou graag zien dat u bij het OCP er ernstig op aandringt deze vrijwilligers serieus te nemen en naar mogelijkheden te zoeken. Desnoods het contract openscheuren. Jawel, ik kom tot mijn eind. Desnoods het contract openscheuren om een betere onderhandelingspositie te verkrijgen. Lukt u het niet, dan desnoods Maarten van Poelgeest. Laat die het maar uitzoeken. Geachte commissie, ik zou willen zeggen, de paden op, de lanen in. Ik wil meneer Dorf in ieder geval bedanken voor zijn betoog. En ik vraag meneer Dorf of hij ook bereid is om zo'n vlammend betoog te houden richting OCT. Jazeker. Doe dat dan, meneer Dorf. Dank u. Dat doen wij zeker, maar doet u dat ook, meneer Egon? Beste commissieleden, ik sta hier als een van de vrijwilligers van Op de Valreep. Zoals jullie inmiddels weten, het sociaal centrum in het oude dierenasiel hier om de hoek. En ik wil u in het kader van de toekomst van Oostpoort en de keuzes die u hierover gaat maken, nog even vertellen waarom we er ook weer zijn, wat we doen en wat we gedaan hebben. Na meer dan 4 jaar van leegstand en verkrotting heeft de Valreepgroep op 24 juli 2011 het voormalig dierenasiel gekraakt. In onze ogen was het meer dan absurd dat dit prachtige monumentale pand op deze unieke locatie in Amsterdam al zo lang leeg stond. Het werd tijd om de plek weer een functie te geven en wel een functie waar de buurt iets aan zou hebben. Op het moment van de kraak was het dierenasiel in armoedige staat. De 4 jaar leegstand hadden hun tol geëist. Tientallen vrijwilligers hebben maandenlang hun handen uit de mouwen gestoken om het pand en het omliggende terrein weer op te knappen, schoon te maken en gereed te maken voor de functie die wij het wilden geven en waar de buurt achter staat, zoals u ziet. En met succes, onze openingsmanifestatie in september, die u zich wellicht nog wel herinnert, was de feestelijke start van Op de Valreep als sociaal centrum. Momenteel vinden er bijna dagelijks activiteiten plaats. De vrijwilligers steken naast werk en studie heel veel vrije tijd en energie in het organiseren van allerlei activiteiten. Van lezingen en workshops tot muziekavonden, kindermiddagen en inmiddels ook enkele tuinprojecten. Het oude dierenasiel heeft na meer dan 4 jaar verkrotting weer een functie. En hiervoor is geen cent gemeenschapsgeld nodig geweest. We draaien op de inzet van gemotiveerde vrijwilligers, betrokken buurtbewoners en een enthousiast publiek. Op de Valreep is een burgerinitiatief in haar meest natuurlijke vorm. We hebben laten zien dat het kan. En dat in tegenstelling en scherp contrast met de prestaties van projectontwikkelaar OCP de afgelopen jaren. Ik vraag me wel eens af of dat niet de reden is dat er ineens een verkoopkantoor gebouwd moet worden in het voormalig dierenasiel. Op de Valreep ontruimen voor een dergelijk verkoopkantoor. En dat, terwijl de vergunningsaanvraag alleen maar ontvankelijk verklaard hoeft te worden, zou betekenen dat u ermee instemt dat OCP gewoon haar eigen gang gaat. Ook het enige stukje levend Oostpoort dat we nu gecreëerd hebben, zal dan weer verdwijnen. En u blijft zonder enkele garantie van verdere ontwikkeling van het gebied. Ja. Wat wij u willen vragen, is om het prachtige burgerinitiatief Op de Valreep een serieuze kans te geven. En onze plannen te betrekken in uw plannen voor Oostpoort. Dank u wel.
vrij simpele vraag en via u doe ik dat echt aan de zaal. Ik ben benieuwd hoeveel mensen die hier nu staan en zo betrokken zijn van de valreep echt direct uit de buurt komen. En daar bedoel ik mee, Watergasmeer, Goedendag commissieleden, ik ben Bob Wester. Ik woon sinds een aantal jaar in een vrije sectorwoning op de Laplastraat in de Watergraafmeer. Dus een paar honderd meter van het voormalige dierenasiel, ook wel bekend als de Valreep. Inderdaad, een buurtbewoner. Ik denk niet dat u het nog durft te vragen. Neem ik u niet kwalijk. Ik fiets dagelijks langs de Oostpoort. Daar heeft het euroslurpende OCP, ondanks de vele mooie beloftes, de idyllische schetsen, slechts een stadswoestijn gerealiseerd. Opnieuw heeft het OCP nu mooie praatjes, mooie plaatjes. Maar wat zijn de garanties als OCP die belofte niet nakomt? Dat staat in schril contrast met het bloeiende buurtcentrum, de Valreep, gecreëerd zonder een cent subsidie. Hier kom ik allerlei soorten mensen tegen. Inderdaad, ik kom daar ook regelmatig. Ik kom mensen tegen uit mijn eigen buurt, uit omringende buurtjes. Niemand hoeft zich daar namelijk te laten afschrikken door de toegangsprijs. Ja, die is zoals eerder al werd gezegd, meestal gratis of heel erg laag. Op de Valreep ontmoet ik dus op dezelfde dag bijvoorbeeld een bijstandsmoeder die een buurtmoestuin aanlegt, maar ik ontmoet ook de gepromoveerde stadssocioloog die nadenkt hoe kunnen we segregatie in de stad tegengaan. Op deze manier dus, initiatieven zoals de Valreep, dat zijn de uitgelezen manieren om dat te doen. De Watergraafsmeer is een mooie, groene, rustige buurt. Dat zult u kunnen beamen. Maar het mooiste eigenlijk van de buurt, dat zijn de mensen die daar wonen. Mijn buurtgenoten. En waar kom ik die tegen? Inderdaad, op de Valreep. Ook bij mij in de straat is natuurlijk de Valreep ook regelmatig onderwerp van gesprek. Het is tenslotte om de hoek, je kan er niet omheen. En eigenlijk iedereen heeft het eigenlijk over van ja, vroeger was het zo'n vieze, lelijke plek. Gewoon echt een, je durfde er gewoon niet langs, zeker in het donker niet. En tegenwoordig is het gewoon een plek waar je graag naartoe gaat. Ik ben aan het afronden daar. Wij willen daarom graag dat ons laagdrempelige ontmoetingscentrum voor en door de buurt blijft. En waarom steunt het stadsdeel niet de organisatie die van Oostpoort al iets moois maakt, wat het OCP nog niet gelukt is? Het OCP heeft vele kansen gekregen, geeft de gebruikers van de Valreep minstens één kans. Ik wil begrijpen dat van het applaus wat tijd is afgegaan. Ik heb twee punten die ik vraag. Beoordeel de alternatieven van de plannen op de waarde voor de buurt. En ik zal zeggen, bij mij in de buurt zeggen wij, ja, dat zijn goede plannen. Doen. En punt 2. Plan geen onomkeerbare stappen, zoals een ontruiming, voordat het stadsdeel de buurt ook betrokken heeft en uitgebreid betrokken heeft bij de besluitvorming over de toekomst van het dierenasiel. Dank u wel. Ik ben een buurtgenoot van u, dus dat even wat dicht bij elkaar. Op de vallen hadden we elkaar kunnen ontmoeten. Ja, dat is heel mooi. Nee, ik heb eigenlijk een hele flauwe vraag. Wij gooien bakken met subsidiegeld naar buurthuiswerk, opbouwwerk, activiteiten voor kinderen en dat soort dingen meer. Waarom gaat u daar niet naartoe en wel naar de Valreep? Kom op, man. Bent u er geweest op de Valreep? Ik ben een keer geweest. Maar hallo, Imogen. Ja, ik denk als u daar komt, het is vooral het vrije initiatief. Mensen komen daar omdat ze het graag willen. Ze kunnen hun buurt vormgeven op de manier waarop zij dat willen. Zonder al te veel regels en structuur. En als er initiatief is, kan het makkelijk beloond worden. Dan hoef je niet eerst een,
ja, allerlei papieren in te vullen, na een ambtenaar nog een keer iets te regelen, nog een keer dit, nog een keer dat. Nee, het is gewoon, het is een initiatief. Die gaat naar de vergadering, zeggen mensen van ja, dit is een goed idee, gaan we doen. Als we zo het buurtwerk hier zouden regelen, denk ik dat ook veel meer zou kunnen. Dan zou het daar misschien ook veel vaker komen. Laten we het hopen. Ja.